Welkom bij Via Maastricht. Over enkele dagen begint Magisch Maastricht en Maastricht Bereikbaar zet ieder jaar tijdens dit event acties in om de bezoekers slim te laten reizen naar de stad. En zo ook dit jaar. Net als andere jaren zijn er goedkope OV-tickets. Je reist voor 2 euro met de trein vanuit Sittard-Geleen of Heerlen-Kerkrade. Of voor 2 euro met de bus vanuit Vaals-Aken. Arriva, de nieuwe vervoerder, biedt op 11, 18 en 25 december gratis vervoer in heel Limburg. Dus dan kom je ook zo in Maastricht. En er zijn acties voor de inwoners van Maastricht. En er komt een actie voor inwoners van de gemeente Bunde. Daar worden e-bikes ter beschikking gesteld om hen te faciliteren om ook gemakkelijk naar het centrum te komen. Ja, waarom bieden jullie deze reisalternatieven? Nou, we denken dat een bezoek aan de stad, aan Magisch Maastricht, begint zodra je je voordeur verlaat. En we willen dat de reis daarbij zo aangenaam mogelijk maken. Bovendien zijn er werkzaamheden bij de Noorderbrug. En willen we heel graag de druk op het wegennet verminderen. En elke auto minder op de weg telt. Vandaar deze acties. Hoe kunnen de bezoekers aan tickets komen? De tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van Maastricht Bereikbaar. Dat is belangrijk. Je kunt ze dus niet kopen in de trein of in de bus. Het bezoek aan de website van Maastricht Bereikbaar is sowieso belangrijk, want daar vind je ook de slimme kaart en daar vind je de altijd actuele informatie over de verkeersdrukte op de weg, de hinder door werkzaamheden en ook als je met de auto komt waar je dan slim kan parkeren. Vanaf 11 december rijden de treinen en bussen van Arriva door heel Limburg. En dat betekent dat er dan ook het een en ander verandert voor de buslijn die vanaf deze plek, PNR Noord, naar het centrum van Maastricht rijdt. De meest zichtbare verandering is dat de rode bus van Maastricht Bereikbaar uit het straatbeeld verdwijnt. Hiervoor in de plaats komen de bussen die Arriva gaat rijden. Ook het nummer verandert van 100 naar 10. De huidige tarieven tijdens Magisch Maastricht blijven bestaan. Maar vanaf 2 januari gaat u 2 euro per betalende reiziger voor een toertje betalen. Met een maximum van 5 euro voor 5 reizigers. Ook het Forense abonnement blijft intact. Arriva gaat deze aanbieden voor 20 euro per maand. En daarmee kunt u onbeperkt reizen van en naar PNR Noord. Zijn er verder nog veranderingen waar de reiziger vanaf het PNR-terrein rekening mee moet houden? Jazeker. De bus gaat verder rijden. Hij rijdt dadelijk via Randwijk naar Gulpen. Dit is zeer interessant, want we gaan meerdere bestemmingen in en rond Maastricht via PNR Noord daardoor bereikbaar maken. Dit heeft gevolgen voor de uit- en instaphaltes rondom Maastricht. En mijn advies zal zijn, kijk vooral op onze pagina, onze webpagina en op de bewoording op PNR Noord, hoe en waar u moet uitstappen bij welke bestemming.